De tijd is uit. Lees niks voor, wij willen even checken of we hadden. Lieve mensen, fijn dat u er allemaal bent. Bijna allemaal. Ik hoop dat u mij allemaal ook goed kunt verstaan. Maar dat is ook de bedoeling. Boekpresentatie Ameland Sperrgebied. Ja, ik heb eigenlijk bij mezelf gedacht, hoe moet je nou beginnen? Maar ik begin maar gewoon met de titel van het boek. Het Sperrgebied, want Ameland heeft toch vergeleken bij de andere eilanden allemaal een hele bijzondere plaats ingenomen. Waarom? Dat wordt u ook wel een beetje gewaar in het boek. Sperrgebied, dat weet u allemaal, dat zijn dus de gebieden waar je eigenlijk niet of nauwelijks mocht komen in de oorlogstijd. Alleen onder begeleiding van een of ander Duits militair of officier, dan kon je nog een keer ergens komen. Maar anders was dat taboe. Hoe ben ik nou gekomen om een boek over de oorlog Ameland te schrijven? Waarom? Eigenlijk kriebelde het mij in de jaren 80. Toen ik met het boek bezig ben geweest van Ameland, van Duinoord, Badleven en Kamperen. En daarin kwam dat voor mij naar voren hoe het in 1940 was op Duinoord en hoe het in 1945 was op Duinoord. Nou, iemand die Duinoord kent, camping Duinoord, daar bleef niks van over. Alles is daar afgebroken. Dat was voor mij eigenlijk een beetje een aanzet van, ik wil iets meer van die oorlog weten, hoe dat in elkaar zit, hoe dat gaat, hoe is dat eigenlijk allemaal gebeurd. Daarbij komt in diezelfde periode dat ik contact kreeg met iemand uit Leeuwarden. Hoe die man heet, ik weet het niet meer. Maar die man die was bekend met Ernst Witte. En dat ging van de Goochelaarsbond. Ik had een hele mooie brief waarin dat allemaal stond. Maar helaas heb ik die brief uitgeleend en nog niet weer terug. Dus ik kon de naam ook niet meer terugvinden. Helemaal niet erg, maar die bracht mij op het spoor van Ernst Witte en Duitsland, die militair in Holm gelegen was en waar nu ook Ameland, hoe heet dat, Nes... Sierenzee. Sierenzee. Ja, en daar heeft Ernst Witte die 4-5 jaar op Ameland gelegen. Ik had een heel goed contact met Ernst Witte, hij stuurde mij een album met foto's. De meeste foto's kwamen allemaal uit Duitsland of van zijn militaire loopbaan, maar er zaten een stuk of 5-6 in van Holm. Nou, gekopieerd natuurlijk, verder gecorrespondeerd, vragen gesteld, belangstelling enzovoort. En toen is het een beetje verwaterd. Ik had weer andere dingen naar het hoofd, er ging weer andere dingen gebeuren. En op een gegeven moment dacht ik, hey, ik moet maar eens weer contact opnemen met die Ernst Witte. Dat is ook gebeurd. Alleen Ernst Witte was overleden in die tijd. Die man was 90 jaar geworden en is overleden. En na een zoektocht via van mijn Duits was ook niet zo bijzonder. Kwam ik terecht bij een archief op in Herford in Duitsland waar hij woonde. En de ene mevrouw verwees mij naar die andere en nog weer. En toen kwam ik bij iemand terecht. Toen kwam ik terecht bij de zoon van Ernst Witte. Die heette ook Ernst Witte. Daar heb ik een heel leuk contact mee opgebouwd, over en weer gebeld, gecorrespondeerd. Is ook in Appingedam geweest, samen met zijn vriendin. En van hem kreeg ik een hele serie leuke, mooie foto's. Dat is eigenlijk een beetje het aanzet van, nou ga ik iets met Ameland in de oorlogstijd doen. Toen kwam er weer wat bij mij tussen. Moest ik geopereerd worden en na die operatie van mij kon ik het eigenlijk allemaal niet meer op papier krijgen. Inmiddels had ik ook al lang contact met Sipke de Wind. Sipke de Wind heeft in die periode eigenlijk het boek geschreven.
heel veel aangegeven materiaal van mij en waar hij zelf beter toegankelijk had als ik in archieven, hebben we kunnen maken wat we nu op papier hebben. Natuurlijk diverse onderzoeken hier, geïnformeerd op Ameland, Wim de Boer, diverse mensen die ook bezig zijn met geschiedenis. Terwijl wij er ook mee bezig waren met het boek, kwam het dagboek van Walrave Hofker op ons pad. Daar zijn we ontzettend dankbaar voor dat we dat hebben mogen inzien en ook mochten gebruiken, ook voor ons boek. Want Walrave Hofker, die heeft toch zo'n beetje dag in dag uit achter het bureau opgeschreven wat hem zoal overkomen is. We hebben daar ook een apart hoofdstuk aan gewijd en wat hij allemaal beleefd heeft. Ik moet erbij zeggen, het is allemaal geschreven, maar er is keurig uitgewerkt door zijn schoon, zijn kleinzoon. Ja, dat ligt wat. Dat ook niet. Maar... Het is in de familie geef niks. Het is wel uit. En daar hebben wij, was goed leesbaar en daar hebben wij dankbaar gebruik van gemaakt. Dan hebben wij, wij samen nog onderzoek gepleegd naar Boudewijn Bakker. U mag best weten dat dat een hele tool geweest is. Veel archiefwerk gedaan, maar ook veel getelefoneerd van hot naar her. Uiteindelijk heb ik een beroep gedaan op oud-burgemeester Zonnevielen. Die woonde in Leiderdorp. En ik weet bij onderzoek dat ook in Leiderdorp daar de familie van Boudewijn Bakker heeft gewoond. Boudewijn Bakker is 2 keer getrouwd geweest en zijn eerste vrouw had hij 3 kinderen bij. En zijn eerste vrouw, dat was een zekere mevrouw Matossi. En vanuit Leiderdorp is die familie in 1954 verhuisd en ik wist niet waarin. En Michiel Zonneville heeft voor mij uitgezocht daar in Leiden, op het archief in Leiden, dat zij verhuisd zijn naar Zwitserland. Nou, goed, lang verhaal kort houden, dat hield voor mij eigenlijk op. Ik denk van, ja, dat lukt mij niet meer. Totdat ik iemand uit Zwitserland hier trof op Ameland, Saskia Heijn. Niemand kent haar, denk ik, maar als iemand het kent, dan is zij zo. Saskia Heijn, ik zeg, jij woont in Zwitserland. Heb jij niet een mogelijkheid voor mij om daar iets bekend te maken om familie van die familie Matossi te achterhalen? Nou, zij heeft haar best gedaan en zij heeft mij een paar linken gegeven. Doe je best, kijk uit wat je daarmee kunt. Nou, na onderzoek kwam ik terecht in Argentinië, waar dus de jongste dochter van Boudewijn Bakker woont. Haar zoon, die mevrouw Bakker, haar zoon, woont in Amerika. Daar heb ik eerst mijn contact mee gezocht. En daaruit kreeg ik al te horen dat ik liever geen contact met mevrouw Bakker, zijn moeder dus, wilde opnemen. Dat is te emotioneel en te gevoelig. Liever niet. Nou, dat heb ik ook dus niet verder gedaan. Ik bleef met hem in contact. Maar daar bleef het ook bij. Ik kreeg geen antwoord terug. Hij reageerde niet meer. Hij zou wel gedacht hebben, ik moet daar verder maar stilzwijgen. Maar goed, inmiddels werden wij steeds meer gewaar, ook mede door het dagboek van Walrave Hofker, wie Boudewijn Bakker is. Inmiddels hebben wij ook contact weten te leggen in die tijd met, voor enkele misschien van u, dokter Poortenaar. Daar kreeg ik eerst ook verschillende telefoontjes, totdat ik de goede te pakken had. En die zegt, mijn vader die woont in Frankrijk. Nou, daar heb ik dan Sipkop losgelaten. Ik zeg, bel jij maar met Frankrijk. Nou, dat is niet voor mij. En dat is ook gebeurd. Er is wel contact geweest. En uiteindelijk bleek ook nog eens een keer dat de zoon van die dokter Poortenaar, zijn zoon weer, dus ja, kleinzoon, ik moet niet verwachten, ik hoop dat u het nog kan volgen. De kleinzoon bij mij in het zand woont. 5 kilometer bij mij vandaan. Nou, daar zijn we verder niks wijzer van geworden. We hebben een hele mooie foto wel van hun gekregen. Die staat, een deel daarvan, dat staat ook in het boek.
Dat is ook heel interessant. Ook het verhalen van wat dokter Portenaar zelf, althans die zoon als kind, meemaakte. Hoe vliegtuigen daar vanuit Holm, van het doktershuis had dus een uitkijk richting Holm. En hoe de vliegtuigen vanuit Holm daar in die periode neerstorten. Gerlof zal best weten waar ze allemaal neergevallen zijn. Die heeft er onderzoek naar gedaan. Dus daar waren we ook dankbaar voor dat we een getuige hadden die wat gezien had en ook nog wat op papier kon zetten. Al met al heeft dus Sipke de Wind het meeste op papier gezet. Ik kon er geen zin meer aan vastknopen. En Sipke heeft het keurig gedaan, heeft er gemaakt wat er van gemaakt is. En wat het nu is, we hebben heel veel foto's. Ik zou wel zeggen, we moeten het net zo doen als op Schiemerenkoog ook nog eens. In de toekomst nog een apart fotoboek maken van alle foto's die er zijn over de oorlog. Want er zijn veel meer foto's dan wij kwijt kunnen in het boek. Dat is onmogelijk. Sommige foto's zullen u wel bekend voorkomen. En er zijn natuurlijk hele mooie foto's bij. Waar we heel dankbaar voor zijn ook van uw zoon, mevrouw. Daar hebben we dankbaar gebruik van mogen maken. Dat weet u ook, daar zijn we hem ook heel dankbaar voor. Ik moest even, toen ik dacht, wie moet nou dat eerste exemplaar van mij ontvangen. Toen dacht ik direct aan Wim de Boer. En ik denk, hij is de enige overgebleven nog die in het verzet heeft gezeten. Of althans, die zich heeft verzet tegen de Duitsers hier op Ameland. Vooral de laatste paar maanden waren nogal heftig, ook voor Wim de Boer. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet zo lang geleden even in de lach schoot toen ik een ingezonden artikel van hem las in, ik weet niet meer, in de krant, ik geloof de Amelander Courant, over een zeker meneer van Barneveld. En toen schoot ik even in de lach toen ik hem las en daar staat dus, dank u wel. U schrijft dus 1 seconde voor 12, had Van Barneveld gezegd voor de Amelanders. Wel, dan kunt u nog precies de boot halen van 12:30. Vertrek dus, stel ik kom niet meer terug. Toen moest ik even lachen, waarom? Omdat ook Wim de Boer op het moment dat Petrovic bij hem hier in het kantoor kwam, in Nes, in mei 1945... En Wim had daar een stekkie gevonden achter de knoppen in de telefoon om alles te bedienen. En Petrovic die school hem de huid vol, maak dat je wegkomt. Maar Wim wist precies zijn plekje te vinden. En die school precies, ik wist niet hoe ik eruit, zegt hij, maar ik kon nog zowaar felder zijn als hem. Zo was het Wim, hè? Ja, zo ongeveer. Ja. Nou ja, goed, dat geeft ook niks. Dat is ook niet zo erg. Ik kan het precies vertellen. In gezelschap van de telefonisten stormde ortscommandant Petrovic binnen. Hij greep zijn pistool en dreigde mij daarmee. Sofort verzwinnen. Of de kogel. Beide voorstellen kwamen mij niet uit. Hoe ik het toen had, weet ik niet meer, maar ik blafte zowaar nog harder en maakte hem duidelijk dat de NPS op Ameland de civiele taken van de Duitsers had overgenomen. Zo zit het in elkaar, hè? Ja, ongeveer. Lieve mensen, ik kan veel meer vertellen. Vergeet ik wat, Sip, ik kijk je alleen aan. We hebben er even over gehad, ik vergeet niks, ik heb alles gezegd. Ik wil jou natuurlijk bedanken voor alles wat jij gedaan hebt in het boek, van daar is eigenlijk het leeuwendeel geweest. En prachtig, we zijn er heel blij mee. We hebben het resultaat heel even kunnen bekijken, ja. Maar we zijn er heel gelukkig mee. En ik wil graag dan ook het eerste exemplaar. En dan mag u alleen nog even zien hoe de omslag is. En dan geef ik het aan Wim. Hartelijk bedankt. Heel hartelijk dank. Het is hier op prijs uiteraard dat ik aan aanbod ben gekomen om het eerste exemplaar te ontvangen. Wij samen hebben natuurlijk al veel contact gehad en heel veel gesproken. En ik denk ook als ik straks dit boek aandachtig ga lezen, dat er bepaalde stukken voorkomen die mij zeer bekend zijn. Ja. Want ik heb natuurlijk het hele oorlog van A tot Z meegemaakt. En ik ben inderdaad in het verzet terechtgekomen, maar ik ben gelukkig gezegend met een geheugen dat ik van de oorlog kan herinneren op mijn leeftijd. Vandaar ook dat ik wel af en toe een keer naar mijn school wordt gevraagd om een verhaal te vertellen aan de leerlingen over die oorlog. En dat doe ik heel graag. Zo'n kwartier, 20 minuten ongeveer. En dan valt het mij dus op
dat die kinderen zo geïnteresseerd zijn, dus zulke vragen stellen. Ik denk, hé, dat leeft toch bij die jeugd. En dat is heel belangrijk. En daarom is het heel belangrijk dat het ook in het boek is vastgelegd. Dat kan iedereen kan dat lezen. Ja. Ja, nou, heel hartelijk dank daarvoor. Ik zal dat belangstelling lezen. Nogmaals bedankt. Fijn. Nou, die ik uitgenodigd heb, die zijn, is ook een exemplaar voor u. En dan kunt u het nog even rustig bekijken en toch een gezellig samen zijn nog even. Heb ik nog één vraag. Zou jullie beiden even schouder aan schouder willen staan met het boek tussen jullie? Ja. Ja. Schouder aan schouder. Schouder aan schouder. Schouder aan schouder. Ja, dat heb ik jou dat boek over. Oh ja, ja, ja. Met zeven boeken tussen. Ja, zo. Nee, nee, nee. Nog eentje. Ja. Keurig. Ja, maar ook maar heen. Ja, maar ook maar heen. Die is van hartelijk. Maar, Sepp, je bent een schrijver, toch? Nee, dat is niet. Dus je bent liever anoniem. Ja. Ja. Ik vind het zo. Moet ik er even bij? Als je wilt. Momentje. Ja, ik moet er ook even bij. Mooi wel. Ik ga even naar zoiets. Maar dat is ook een spreek. Als dan de heer voor de tafel wil. Voor de tafel.